William Vloed, als ik zeg dat dit misschien wel de zwartste dag is in jouw werkzame leven in betaald voetbal, zit ik er dan ver naast? Nou, dat is wel een van de, ja. Ik moet even iets doen, ik ben niet zo dat ik heel de geschiedenis nu uit mijn hoofd ken. Maar ik loop natuurlijk al een tijdje mee in betaald voetbal. Maar laat ik zeggen dat dit zeker mijn zwartste dag is als directeur. Is dit jouw beslissing of is deze beslissing opgelegd van bovenaf door de Raad van Commissarissen? Nee. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat je een overleg het een en ander doet. Maar het is ook heel duidelijk dat ik achter deze beslissing sta en deze beslissing mede genomen heb. Dat is bijzonder, want tot voor kort zei je, het proces loopt, wij willen door met deze trainer. Jawel, maar dat is ook zo. Kijk, op een gegeven moment zie je dat we in de winter met deze trainer ook in gesprek zijn geweest met Michel om te kijken naar verlenging van zijn contract. Dat heeft mee te maken dat we gewoon uitermate tevreden zijn over zijn vakmanschap en over zijn kennis en over zijn vaardigheden. Alleen op een gegeven moment zie je ook dat je 6 wedstrijden 4 punten haalt en dat er op een of andere manier niet meer de frisse, fruitige elftal op het veld staat. Dat zie je, dat voelt onze trainer ook. We hebben ook uitgebreid met Michel vaak ook gesproken. Michel heeft het denk ik ook geprobeerd aan de groep over te brengen. En dan is het gewoon heel sneu dat een trainer die zeer vakkundig is, dat je op deze wijze aan de kant moet zetten. Moet het? Was er echt geen andere oplossing? Misschien door iemand erboven te zetten? Misschien door er zelf dichter op te gaan zitten? Nee, zelf niet. Kijk, ik ben technisch directeur. En een directeur moet voor de randvoorwaarden zorgen. Dat betekent dus dat je moet zorgen dat alle faciliteiten en alle mogelijkheden rondom een elftal zodanig zijn dat er op een goede manier gepresteerd kan worden. En dat betekent dat je juist niet dat wat op het veld gebeurt mee moet bemoeien. Want dan zou je zelf trainer moeten blijven. En dat wil ik niet. Ik heb bewust die afstand altijd gehouden. Ik heb uitgebreid met Michel altijd wel de wedstrijden besproken en nabesproken en voorbesproken. Maar nooit bepalend geweest, want dat is een taak voor de trainer. Want anders kun je ook een trainer niet meer beoordelen op zijn werk op het veld. Dus er is nog geen één moment in mijn hoofd gekomen om daar zelf te staan. Het is ook zo dat ik de trainer vind een autoriteit. En een autoriteit, daar zet je niemand boven. Je gaat niet iemand boven een trainer neerzetten, want dan kun je net zo goed de trainer aan de kant schuiven. Want ja, zo werkt het niet in de voetballerij. Je zegt van oké, jongens, we hebben nu iemand boven de trainer gezet. Ja, dat werkt niet. Ik heb met Michel vaak gesproken. Michel wist ook dat het druk groot was. En natuurlijk, vanaf de winter hoor je al die signalen. En uiteindelijk moet je dan tot dit soort droevige besluitvorming komen. Toch het gevoel dat jij er boven stond, hadden wij buitenstaanders altijd wel, omdat je er zo dicht bovenop stond. Ik zat er helemaal niet zo dicht bovenop. Als je goed je werk doet, dan zou je zien dat ik op het trainingsveld helemaal niet aanwezig ben. Dan zie je ook dat Michel gewoon in zijn vaardigheden en zijn communicatieve vaardigheden, de manier waarop hij de persen woordt, zijn opstellingen maakt en zijn werkwijze laat zien op trainingen en de wedstrijden, dat je daarin autonoom is en terecht. Je moet het doen. Kijk, het voordeel is dat je zelf trainer bent geweest. Dus je weet hoe prettig en hoe goed het is als je een technisch directeur hebt die voor de randvoorwaarden zorgt. Maar dat je zelf leidend bent. En Michel was gewoon leidend op allerlei fronten, niet ik. Maar op de momenten dat wij er waren, dat met name na wedstrijden in de mixzone, zagen we jou, je ging met de trainer in gesprek. Daar gaf je ons het gevoel van, joh, je zit er heel dicht op. Nee, ik heb al inderdaad naar de wedstrijd gedaan. Kijk, sommige technische directeuren doen het zaterdagochtend. Om dat uitgebreid te bespreken, ik juist niet. Ik heb gewoon heel kort en toevallig de laatste wedstrijd, dacht de MVV, dat ik heel lang binnen ben geweest. Maar dan kwam er een hele boeiende discussie over de manier waarop je druk kunt zetten in een 4-4-2. Nou, dat was langduriger. Maar normaal gesproken was het 2-3 minuten en was ik weer weg. Dus, en hadden we vaak woensdags de bespreking. Alleen tegen Emmen ben ik, of tegen MVV ben ik langer in de kleedkamer geweest, omdat we aan het discussiëren waren over een 4-4-2. En dat is als vakmensen onder elkaar heel boeiend geweest. Maar normaal gesproken was het 2-3 minuten. En had ik elke woensdagochtend had ik wel een heel formeel overleg met de trainer. Ik dacht vanaf 7:30 tot 8:30. Het was een publiek geheim dat het toch wel een beetje rommelde in de technische staf. Tussen Pascal en Michel Vonken. Dat niet lekker liep. Nee, daar ben ik ook niet zo heel erg mee eens. Kijk, het waren niet twee persoonlijkheden die in de zin van vrienden waren. Maar ze hadden dat is wat anders. Hè. Soms neem je je eigen assistent mee. Hier zijn ze elkaar, hebben ze elkaar leren kennen. Hier zijn ze met elkaar aan het werk gegaan. En hadden een prima zakelijke relatie. Allebei op voetbalgebied. Natuurlijk de ene wat iets andere mening op voetbal dan de ander. Maar daarin hebben ze elkaar aangevuld. En daar hebben ze elkaar proberen te versterken. En dat heeft ons ook mede doen besluiten om beide op non-actief te zetten. Maar de reactie van Jansen na de wissel van Belhassani tegen MVV, zo van wijzen naar Michel Vonk, ja je moet bij hem zijn, was veelzeggend voor wat ons betreft. Ja, kijk inderdaad, als je dat aan de buitenkant ziet en je zag dat gebaar, dat hebben wij ook gezien, dat hoeven we niet te ontkennen. Dat was geen goed gebaar, ik heb daar met Pascal over gesproken, het was geen bewust gebaar. Het was meer om Ilias Belhassani zo neer te zetten en van jongen, pak het morgen met de hoofdtrainer verder op, dan dat het een wijzend gebaar was van het heeft hij gedaan en ik niet. Dus... dat was de uitleg, want we hebben het uiteraard wel besproken.
Je neemt afscheid van Vonk en Jansen. Je gaat door met twee andere assistenten, met Van den Berg en Van der Laan. Waarom zij wel? Nou ja, kijk, het zijn natuurlijk jongens die nu op cursuscoach betaald voetbal aan het doen zijn. Bijna klaar zijn met de cursus. Het zijn jongens die de Sparta-cultuur kennen. Die vanuit deze club weten hoe we willen werken en welke stappen we willen maken. En het was er ook gewoon heel simpel. Tot gisteravond hebben we geen één moment gedacht om Michel wel of niet. We hebben natuurlijk wel eens gediscussieerd met elkaar. Maar gisteren zeg pas kogel door de kerk gaan laat. En dat betekent dat ik vanmorgen als eerste pas Michel om 7:15 in heb gelicht. Ja, ik heb nog geen tijd gehad om na te denken over vervolg. We hebben natuurlijk wel wat in ons achterhoofd. Dat hebben we ook eerlijk besproken. En hoe die situatie nu tot het einde van het jaar zal zijn, dat is afvragen. Het kan ook goed zijn dat Arjen en Peter het hele seizoen afmaken. Het kan ook zijn dat we naar iemand halen voor deze periode. Het kan ook zijn dat we iemand halen voor langere periode. Zitten er al namen in je hoofd? Ja, in mijn hoofd al, ja. En komen die ook nog uit je mond? Nee, vandaag niet, want ik heb nog niemand kunnen doen. Ik ben alleen maar bezig geweest met het verwerken van het vertrek van Michel en Pascal. Twee mensen die toch betekenis hebben voor deze club. Die met name toch weer topsportcultuur terug hebben gebracht bij Sparta. Dat was heel hard nodig. Die eigenlijk, als je gaat kijken naar de statistieken, dan komt het woord mooie statistiek om toe kijken. Geweldig prestatie neer hebben gezet. Want ze hebben natuurlijk vorig jaar na competitie gehaald, bijna het gered. En dit jaar zijn we nog in de race. Alhoewel het heel moeilijk zal worden. Want ja, de groep is geknakt en die druk hoeven we ook niet op te voeren. Maar we hebben in ieder geval ook weer na competitie. Ja, ben je daar meer mee bezig, het verwerken van en de pers te worden, dan dat je echt al bezig bent met nieuwe stappen. Je laat het woord vallen, druk. Zojuist zegt Steven Diewendaal, bij deze club is zoveel druk. Het was een logisch gevolg misschien wel. Nou, ik weet niet of Steven heeft gezegd zoveel. Je zit hier bij Sparta. En Sparta is een fantastische club die heel graag terug wil naar het hoogste niveau. Dat weet je als je bij deze club komt. Dat is zelden. Als je bij Sparta tekent in de eerste divisie en je vraagt wat wil Sparta. Ja, dat is inderdaad promoveren. Dat is heel logisch. 80% van de eerste divisieclubs zijn bezig met overleven. Maar bij Sparta heb je één ambitie en dat is hogerop. En natuurlijk levert dat een bepaalde druk op. Nou, dat is mooi, maar ja, wat is de grootste druk? Is het bij Veendam, dat je weet dat je declaraties niet krijgt en dat je eigenlijk failliet gaat en dat je het hele jaar moet knokken om misschien overeind te blijven? Of hier voetballen, voor 10.000 mensen gisteren, met allemaal vlaggetjes. Zeg het maar, ja, druk is iets waar je ook zelf een beetje op legt. Maar laten we wel zijn, als ik hier in dit stadion zou spelen, ik denk dat ik vleugels zou krijgen. Je zegt druk is iets wat je zelf oplegt, maar ook de club die zegt je moet promoveren. Daar word je bij in de gaten gehouden door camera's. Het is een eigen leven gaan leiden, dat verhaal. Maar het speelt nu wel een rol, denk ik. Ja, dat weet ik niet. Ik zie heel natuurlijk gedrag bij de camera's. Kijk, ik kan me eigenlijk voorstellen dat het in de periode dat we geïntroduceerd hadden. En dat was niet bij het verlies van Excelsior. En dan wordt dan allemaal weer geroepen. We zijn veel eerder mee bezig geweest. Maar dat is mooi, je camerawerk om natuurlijk dat naar buiten toe te brengen. Maar in het begin is er zeker weerstand geweest. Dat hoef ik niet te ontkennen. Hebben spelers heel erg moeten wennen. Op dit moment zie ik geen afwijkend gedrag. Als de kamer wel of niet draait, mensen heeft daar wat minder last van. En natuurlijk word je misschien op straat al meer herkend. Ja, ik zal jou vertellen, als je succesvol bent, dan vinden mensen het fantastisch als je op straat herkent wat je handtekening uit mag delen. En als het even wat minder gaat, dan vinden mensen dat heel vervelend. Ja, voetballen is gewoon een kwestie dat je elke dag een soort openbare beoordeling krijgt. Voetballers zijn net artiesten. En je geniet van het applaus van je supporters. Je geniet van de herkenning. Ja, en als het dan minder gaat, dan is het even vervelend. Maar ja, dat hoort er ook gewoon bij. Dan moet je zorgen met z'n allen dat je een fantastische voorstelling geeft. Zoals het gisteren was, om 2:15 was de voorstelling op de tribune fantastisch. Nou, dat had een vervolg moeten krijgen op het veld. Overweeg je nu met RTL in conclave te gaan om de serie anders te gaan doen, misschien wel te stoppen? Om ja, alles weer normaal te krijgen. Want aanstaande maandag wordt er uitgezonden hoe jullie het in het trainingskamp in Portugal hebben gedaan. Dat is natuurlijk ongeloofwaardig als de trainer er al niet meer is. Ja, kijk, ik heb één geluk. Ik ga niet over het programma op RTL. We hebben hier mee. Over de geloofwaardigheid van Sparta. Ja, daar ga ik natuurlijk voor de geloofwaardigheid van Sparta. Maar op het moment dat ik hier voor de camera sta, heb ik volgens mij nog niets ongeloofwaardigs verteld. En afgelopen week in het trainingskamp heb ik ook niks ongeloofwaardigs verteld. Dit is een momentopname. Dit is een momentopname in de voetballerij. Hele trieste momentopname. Onvermijdelijk op een gegeven moment. Maar dat wil niet zeggen het proces waar wij in zitten, dat we daar niet in geloven. We zijn hier geweldig goed bezig met deze club. Als je ziet wat wij gisteren hier in staat zijn geweest, heb ik het niet alleen over voetballen. Maar gewoon 10.000 mensen in het stadion te krijgen die het clublied zingen. Die met z'n allen hier met een vlag doen. Dat we financieel op goed spoor zitten. Natuurlijk dat we zwaar krijgen als we niet promoveren. Maar als je ziet hoe deze club leeft, als nooit tevoren. We hebben binnenkort ons 125-jarige gala-voorstelling. Ja, het is fantastisch. Maar uiteindelijk word je aan de buitenwacht
erg vaak beoordeeld voor die prestatie op de grasmat. En daar moeten we nu hard aan werken. Klinkt wel raar hoor, als je zegt we zijn fantastisch bezig, terwijl dit een gesprek is dat het begonnen is omdat je je trainer hebt ontslagen. Ja nee, maar dat zeg ik ook. Ik zeg ook, uiteindelijk word je beoordeeld op wat op de grasmat gebeurt. Kijk, en als je ziet wat voor stappen we hebben gemaakt, is allemaal prima. Maar uiteindelijk, en dat uiteindelijk ik dan ook, is dat je op de grasmat moet presteren. In 6 wedstrijden waar je 18 punten kunt halen, je haalt maar 4, is voor een club als Sparta gewoon veel en veel te weinig. Dat beseft Michel Vonk, dat beseft Pascal Jansen, dat besef ik. Tot slot, heb je overwogen zelf de handdoek te gooien? Nee, maar ik heb al heel kritisch mijn functioneer tegen daglicht aangezegd. Van, heb ik er alles aan gedaan? Hier en daar zal ik zeker verbeterpunten hebben. Ook ik ben nieuw in deze functie. Ook ik zal niks aan te stappen nemen, maar daar waar ik invloed heb gehad. Hè, dus die 80% van het randgebeuren. Ik denk dat dat er staat. Ik denk dat er een goede werkwijze staat. Ik denk dat we een goede selectie hebben. In dat gesprek van gisteravond is dat ook hier naar voren gekomen. Van Wiljan, misschien moet je zelf een stap terug doen. Dan wel als technisch directeur, dan wel helemaal. Nee, geen één moment. Dus ga jij vol vertrouwen door? Geloof in promotie is er nog steeds? Ja, natuurlijk. We hebben op verschillende manieren de wedstrijden. En ik weet donders goed dat het heel moeilijk zal worden. We moeten ook niet nou in één keer denken dat het een toverformule is wat we doen. Dus we gaan het hartstikke zwaar krijgen de aankomende 5 wedstrijden. En we weten dat we nakompetitie in ieder geval hebben. Maar dat we het pittig gaan krijgen, dat mag duidelijk zijn. Ik heb toch altijd het gevoel, Michel Vonk, Wiljan Vloed, was een 2-eenheid. Zit daar niet iets van solidariteit in? Hij weg, ik weg? Nee, we hebben 2 totaal verschillende functies. Michel is trainer, coach, verantwoordelijk alles wat er op het veld gebeurt. En ik ben algemeen technisch directeur, verantwoordelijk alles wat binnen de organisatie gebeurt. Dus ik heb me verantwoordelijk genomen. Dat heb ik gedaan nu. En ik ben geen trainer, dus ik hoef daar ook niet in dat opzicht te zijn van dat ik daarin solidair moet zijn.